We zitten alweer op het laatste stukje, Gert. Time flies, hè? Ja, gaat snel. Ja, want het gaat heel snel. Hey, wij praten hier het laatste stukje altijd even over jouw muziekkeuze. Wat kun je ervan zeggen van de platen? Waarom heb jij die gekozen? Nou ja, goed. Weet je, ik vind het gewoon mooie muziek om... als ik s'avonds thuis ben, overdag is het allemaal druk. En ik luister naar Otis Redding, jongen, met een glasje wijn erbij, een stukje kaas. Ik zit mooi met de vrouw aan tafel. Ja, dat vind ik prachtig om daarna te luisteren. Dan hebben we natuurlijk nog Oerdaad. Ja. Dat brengt me wel bij het wielrennen. Hè. Dat heb ik ook graag op. Als ik aan het fietsen ben, en dan kom ik echt wel gewoon in zo'n soort modus en in zo'n soort... Stamp, als ik hier over de Utrechtse Heuvelrug rijd en ik rijd daar bij Renen, Amerongen, joh, het is zo prachtig daar, mooi mountainbiken. Ja. En door mijn koptelefoon schalt aan Oerdaad. Ja. Dan ga ik ook echt Oerdaad. Je hebt al geen BSA, maar... Nee, denk ik, heb geen BSA. Maar ik heb een heel goede mountainbike. Ja. Dus dat gaat helemaal goed. Nou, U2. Dat ik vroeger altijd... ik had zo'n rood Walkmannetje. Ken die nog? Je was zo'n Sony Walkman. Ja. En dan rij je gewoon zo'n ding. Met van die toeters op de oren. En dat vond ik prachtig. Na iedere toeretappe was... dus dat brengt mij daarbij naar... U2. Ja. Nou, en natuurlijk nog Vince Domino, ook weer echt van dat lekkere luistermuziek. Kaasje, wijntje erbij. Nou ja, When a Man Loves a Woman. Ik hou wel van dansen, maar ik kan helemaal niet dansen. Daarvoor moet ik een beetje slow muziek hebben, want het gaat mij meer... Schuifelen. Gaat mij meer om vasthouden dan om dansen. Dus ja, dat is daarvan. En My Way, dat past wel een beetje bij mij. Want ja, ik heb toch een beetje een heftig leven gehad. Met hoge pieken, diepe dalen. En ik heb het toch wel gewoon mijn eigen kop wel toch een wel beetje... voor elkaar. Een beetje gevolgd. Dus dat is... Ja. En dan daar krijg je natuurlijk vervolgens... Als je naar een diep dal weer hoge piek hebt, dan zijn het weer glory days, hè? Dus dat brengt mij wel bij die muziekkeuze zoals die vandaag is samengesteld. Wat is jouw favoriete muziek? Nou ja, mijn favoriete muziek is wel Nederlandstalig. En dan is het wel Nederlandstalig zoals bijvoorbeeld wat er veel gedraaid wordt op Radio NL, zeg maar. Dat is, piratenmuziek. Dat is bijna echt wel, piratenmuziek. En dat komt, dat zocht ik vroeger altijd op. Had ik zo'n heel grote radio op de slaapkamer staan met twee van die grote draaiknoppen eraan. En dat zocht ik net zo lang. Want in Drenthe had je heel veel, hè, geheime zenders, hè, vroeger helemaal. Dat is nu natuurlijk niet meer. Ja. Want je hebt dat nu op de nationale de radio, kun je dat gewoon ontvangen. Via het internet, hè. Precies, kun je dat allemaal krijgen. Hè. Maar ik had twee van die knoppen en dan zocht ik altijd van de geheime zender muziek op. Dus ja. En concerten, ben je daar naartoe geweest? Ja, concerten. Ik ging weer altijd naar de concerten van Normaal, uiteraard. Nou, daarna ging ik naar concerten. Ik hou echt van boerenrock. Ging ik naar Jovink en de Voodoo Beatles. Kijk. En nu ga ik dan naar Mooi Wark. Dat komt uit mijn regio, een Drentse rockband. Ja, dat vind ik machtig van die boerenmuziek, jongen. Heel ongecompliceerd. Veel bier drinken en ongecompliceerd feest vieren. Ja, wie wil dat nou niet? Je bent op de Zwarte Cross geweest? Ja, ik ging vroeger altijd met een aantal vrienden naar de Zwarte Cross. Ja, dat was heel ernstig eigenlijk. Achteraf begrijp ik dat. Want ik ging er op vrijdags heen. Nou, weet je, we waren er om 3 uur. 5 uur waren we dronken. Tot maandagsmorgens. Daar hebben we oude caravan gekocht. En dat kon toen nog. Maandagsmorgens staken we de hele boel in de brand en reden we naar huis. En dat was normaal om je caravan op het eind in brand te steken. Ja, toen wel. In het begin mocht het ook. Hè. Ja. Dat hebben ze toen aan banden gelegd. Maar dat was gewoon, dan kon je gewoon alles op één bult gooien. Ging de fik erin. En dan komen ze zonder problemen naar huis. Ja. Dat was hij alweer, Gert. Hartstikke bedankt dat jij gast wilde zijn hier. Ja, graag gedaan. Ik vond het heel mooi. Ja, ik ook. En dank ook aan René van Schenkhof voor zijn techniek. Volgende week heb ik 2 gasten zitten hier. Jan Roelofsen en Gerrit Bult. En we gaan over videopromotie praten en videotechnologie. En de zeg maar hele trend richting YouTube. Dus hoe ga je jezelf via video verder beter in de markt zetten? Een heel actueel onderwerp. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.